Goedemorgen. Kijk naar de weersverwachting van weerplaza.nl. Boven Nederland zien we een uitgestrekt bewolkingsgebied en daaruit valt regen. De bewolking geeft de grens aan tussen de tropische lucht die zich vandaag in Duitsland bevindt en koelere lucht die vanuit het westen ons land binnenstroomt. Daardoor vanochtend de hoogste temperaturen, want dan kan het nog 20 graden worden langs de oostgrens, maar vanmiddag dan begint de temperatuur ook daar te dalen. In het westen wordt het geleidelijk droog en breekt vanmiddag af en toe de zon door. Langs de westkust temperaturen van 16 graden en in het midden en oosten dus 18 à 19 graden. Vanavond is het op de meeste plaatsen droog, alleen in het zuidoosten valt dan nog af en toe regen. En met de naar noord draaiende wind wordt het vanuit het noorden geleidelijk wat koeler. Morgen hebben we wisselend weer. Wolkenvelden trekken over het land. Af en toe weet ook de zon door te breken en er kan nog her en der een bui vallen. Het wordt geen verregende dag. Het wordt ook niet warm. 16 tot 19 graden, misschien 20 in Groningen. In het weekend ziet het er allemaal veel beter uit. We hebben dan zonnige perioden en er valt hooguit nog een lokale bui. Temperaturen zijn normaal voor de tijd van het jaar, tussen de 16 en 20 graden. Maandag wordt het waarschijnlijk weer iets warmer. Met Michiel Severin van weerplaza.nl.